allemaal en welkom in een nieuwe video op Chris Wonderland Happy Choi Choi. Vandaag gaan we nog een spelletje spelen, Raad het liedje. Ik ga deze wel een paar keer doen. Vandaag ga ik het makkelijk houden. Ga ik het K3 liedje raden, K3. Het K3 liedje raden. Dus ik ben wel een K3 fan. Ik vind K3 leuke muziek. Al ben ik wel nog de grootste Mel King fan, maar ik vind K3 leuk. Ik denk wel dat ik alle nummers ook ken van het begin tot nu. Maar om het toch ook niet te makkelijk te houden, heb ik op YouTube een filmpje gevonden. Als ze de liedjes achterstevoren spelen, ik heb het filmpje nog niet helemaal bekeken. Ik heb het gewoon gelezen, dus ik weet niet wat ze gaan spelen, dus ik heb nog niet gekeken. Het stond gewoon in de beschrijving van dat de liedjes achterstevoren gespeeld worden en dat ik moet raden. Dus ik ben benieuwd of ik de liedjes van K3 achterstevoren kan raden. Dus we gaan het spelen. Als het spel wil marcheren. Ah, een beetje het volume aanzetten. Disco Oma! Dus nu wordt er uitleg gegeven van dat de liedjes achterstevoren gespeeld worden. Oké, en nu gaat het beginnen. Overal liefde. Van de film Love Goes. Overal liefde. Even wachten. Ja, overal liefde. Overal liefde. Liefde is overal. Liefde is overal. Oké. Dat ken ik niet. Nee, ik weet het niet. Jij bent de bom. Oh nee, die wist ik. Dat kon ik echt niet raden. Jij bent de allermooiste. Jij bent de bom. Mijn hart ontploft, dus zeg me waarom. Jij bent de allermooiste, jij bent de pop. Die was echt moeilijk. Oké. Okay. Jij kent het. Nee, maar ik ken het dit al niet. Shit, wat is het? Ah, Pleo. Wie doet het met me mee, joh? Ik wil een leuke Pleo. Oh ja, ik heb nog maar één juist. Ik weet zelf niet hoeveel er zijn, maar ik heb er maar eentje juist tot nu toe. Oh. Ik denk dat ik K3 goed kent, hè. Oké, okay, volgende. In de wereld van K3. Sowieso. Dat is de wereld van K3. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie? We gaan het zo weten. Ja! Zie jij wat ik zie? Geloof je ogen vast niet. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie? In de wereld van K3. Oké, next. Pina Colada. Ja. Dat is Pina Colada. Pina Colada. Allee, ik weet het. Pina Colada, ik zei het. Lampada, ik heb er al 3. Yes, want ik wil enkel jou pina colada. Oké, okay, ik heb er al 3. Ah, en het is gedaan. Oké, okay. Oh, dat is jammer dat dat gedaan is. Ik vond het juist zo leuk. Combineer 2 keer alleen met... Oké, okay, ik heb er nog eentje gevonden. Dat is met Raad het liedje. Maar dan van de oude K3 met Karin, Christel en Kathleen. Dus echt de echte oude nummers van mijn jonge tijd. Dus eens zien of ik die nog allemaal ken. Want die wordt wel niet achterstevoren gespeeld.
Dus even weer de uitleg en zo. Ik krijg 10, 20 seconden om het te raden. Oké, we gaan beginnen. Hè? Oh my. Ster, ik denk ster aan de hemel. Ja. Ik denk ster aan de hemel, denk ik. Blijf erop. Ja. Oh, Jan, ster aan de hemel. Zal jij ster aan de hemel staan? Van mijn ster aan de hemel staan. Letter V. Ja, letter V. Sowieso, letter V. To the right. To the left. Ja, dat is letter V. Ik zie wat jij niet ziet. Het begint met de letter V. Voor je het weet en op 1, 2, 3. Ik zie wat jij niet ziet. Het begint met de letter V. Voor ik ben verliefd. Het begint met de letter V. Plots ben je verliefd. Oké. Okay. 1, 2, doe met me mee. Sowieso. Ja, dat is daar. 1, 2, doe met me mee. Daar ben ik zeker van. 2, doe met me mee. Ben je juist? Geef je hand dan nu naar voren. 5, 6, dit is geen les. Jij hebt alles geslopen. 7, 8, als je maar lacht, staat mijn hart voor je open. Even op pauze. Ik ben hier kei goed in die oude nummers. Sinds die nieuwe ben ik niet zo goed. Met die oude wel. Maar ja, met die oude ben ik ook opgegroeid. Dus, is benieuwd. Ik heb ze nu tot nu toe alle drie al juist van die. Eens kijken wat ik nog kan. Happy Choi Choi. Shit, en die ken ik niet. Nee, echt. Nee, die ken ik niet. Welke is dat? Die ken ik niet. Wel tof, ga ik opzoeken. Het noemt Puppy Love. Wel tof nummer. Die moet ik eens opzoeken straks. Ja, ik ken ze. Dat is met Marcel van Tilt. Ah. Ah. Doe nog één keer dat ding. Doe nog één keer dat ding. Eén keer dat ding dat je doet. Als je glimlacht naar mij. Dan voel ik me kijk ik een snoet. Oh, oh, jij maakt me blij. Doe nog één keer dat ding dat je doet. Als je glimlacht naar mij. Dan voel ik me goed. Oh, oh, jij maakt me blij. Dat was echt op tijd. Rokjes. Dat is Rokjes. Ben ik zeker van. Rokjes. Het leven is toch nooit te slaan, de rokjes kwaaien. Het leven is toch mooi, we dansen in het rond. Het leven is toch mooi, we zien de rokjes draaien. Het leven is toch mooi, we dieren in het rond. Oh ja, ja, ik ken het hoor. Ja, je hebt een vriend. Tuurlijk, je hebt een vriend, die is makkelijk. Je hebt een vriend. Ah nee, Meisje in de Spiegel, nee. Oh, dat was nog juist op tijd. Meisje in de Spiegel. Van de film. Katrien, het ijsprinsesje. Mooiste wat je
ooit zal krijgen of zal geven. Liefde houdt ons overeind. Oh, die was echt wel nog op tijd. Maar die lijkt echt op, je hebt een vriend. Maar het was inderdaad Meisje in de Spiegel. Ook mooie film met de IJsprinsesje. I love it. Ik ga hem nog eens graag willen zien. Oké. Okay. Nee. Die ken ik niet. Echt niet. Welke is dat? Zeg het mij. Ah, ik kom tot leven. Wie kan je? Die is ook al kei. Oh, dat is een van... Die staat op de eerste of de tweede CD van K3 ooit. Dat is dus echt... Ah, Superhero. Van de film... K3 het Magisch Meteor. De allereerste bioscoopfilm. Superhero. Radio Superhero, ik sta aan je zij. I'm your superhero, jij gelooft in mij. Niks of niemand die jou of mij kan verslaan. Ah, de gortel. Dat is de gortel, ja. Sowieso. Weg met de stress, weg met het verkeer. Leven de natuur, de gortel is er weer. Gortel is er weer, de gortel is er weer. Oké. Okay. Ken ik ook niet. Iets met een ster. Nee, sorry. Ah, stapel gek. Stapelstek geeft op jou. Haha, haha. Oké, okay. Dit was de quiz. Oké, okay. Leuk. Oké, okay. Ik ga dit nog eens doen, ooit. Ik ga nu afsluiten. Nog eens met andere artiesten, Disney ook. Een andere artiesten, maar ik ook zelfs nog eens. Ik heb ook nog Kevin van K3 gezien, die ga ik ook nog eens doen. Ook van Raad de Show. Die ga ik ook wel eens doen. Hoe lang zat die crypture Raad de Show? Oké, okay, ik ga die Raad de Show ook nog doen. Ik ga dan het beeld dat jullie mee kunnen kijken. Dus ik ga nu de K3 Show raden. Dus dat is de bedoeling. Ze gaan een show tonen, maar wazig. En dan moet ik kunnen zien van welke show dat is. Dus ik ben benieuwd. En dan sluit ik daarna de vlog af. Malaya tot in de woestijn, Afrika tot in Amerika. Allee, begint eens. Alle kleuren van de regenboog. Oké, okay, veel succes. Ik ga beginnen. Oké. Okay. K3 de ruimte, sowieso. K3 de ruimte, yes. My god, ik ben gewoon een K3 fan op mijn 25 jaar. Ik weet zoveel. De afscheidstournee. K3 afscheidsshow. Afscheidstournee. Sowieso. Afscheidsshow. Oké. Okay. Wat is dat? Ik denk... Mama Say Show. De Mama Say Show. Yes. Juist. Eyo, eyo. Oké, what the fuck is dat? Ah, K3 de wereld rond. Die heb ik nog live gezien. Dat is de wereld rond.
de wereld rond. Hallo, wat is dat? De Flintershow, denk ik. Denk ik. Ah, ja, Singshow, what the fuck? Oké. Okay. Gatrie in het heksenexamen. Sowieso, heksenexamen. Eyo. Ik denk. Ah, Katrien, ahoy. Fuck. Dat is wel nog moeilijk. Ik zie echt niks. Katrien en... Die weet ik echt niet. Nee, ik weet het niet. Ah, en de wondermachine. Ja, oké. Okay. Katrien in Ahoy, maar wel 2011, 2012, denk ik. 2012. Eyo. 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 Oké. Oké, dit was het. Dan ga ik ook nu afsluiten. We hebben 3K3 spelletjes gespeeld. Was wel leuk. Iets meer dan ik had verwacht. Maar ja, bon. Waarom heb ik dat nu gedaan? Binnen 2 weken ga ik naar Puurs. Naar K3 live. 20 jaar K3. Al 20 jaar. Oh my god. Zo. Is toch een jeugdassortiment van mij geweest. Dus ik vind wat ik nog veel kende. Vooral van die oude. Maar ja, daar ben ik ook mee opgegroeid. Met Katrientje, Karen, Christel. Oké, dan ga ik afsluiten. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Vond je het geen leuke video? Duimpje omlaag. Nee, doe maar zo. Nee, als je dat wilt. Nee, liever dat. En abonneer zeker. En wil je een melding krijgen van een nieuwe, als ik een nieuwe video plaats? Druk op het belletje. En dan tot morgen. En happy joy. Mwah.